Dames en heren, het is wel heel spannend om hier zo te staan met die spot zo op je. Dus ik kan me voorstellen hoe dat straks voor de kinderen gaat zijn. Stay.
de minister van Onderwijs voor. Hij snapte er niets van. Gelukkig hielpen zijn elfjes de raadsels op te lossen. Xbox, Wii, tablet, iPod. Was nou weer een iPod? De kerstman werd er helemaal gek van. Er waren zelfs kinderen die om een flashscreen te geven vroegen. De kerstman heeft zelfs niet eens zijn ding. Wat had ze daar nou mee? Vroeger kreeg hij lijstjes waarop stond een boek of een nieuwe bel voor op de fiets. Veel gekke mensen hadden de kinderen gelukkig niet. De kerstman keek nog eens naar alle lijstjes en werd er bijna verdrietig van. Waarom waren die cadeaus zo belangrijk? Hiervoor was hij toch geen kerstman geworden? Ho, 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 eens even. Zeg kerstman, weet je wel dat ondanks alle verlanglijstjes kerst voor heel veel mensen juist de mooiste tijd van het jaar is? Met lekker eten, sneeuw, vakantie, gezelligheid, bezoekjes aan opa en oma of aan de kerk. Het nieuwe jaar begint ook al bijna. Het is een groot feest. Ik kijk nog niet echt alsof je het gelooft hoor. Wacht, kom maar eens hier zitten. Jij hier vandaan. Waar moest hij zitten? Uw elfjes redden zich wel even zonder u hoor. Kijk u maar eens mee. Maria woont in Nazareth, ze maakt haar naam.
zie ik nog jong was. Was ze wel een pietje of een man? Nou, ze was inderdaad wel jong hoor, maar dat was toen heel normaal. Het is al vet lang geleden, hè. Ze had ook een vriendje. Hij heette Jozef, maar met hem had hij nog nooit gekust hoor. Had ze nog nooit gekust hoor. Ze ging alleen wel trouwen met hem, want dat moest toen. Altijd. Goed, wat ben ik blij dat ik dat nog niet hoef, zeg. Ja, zeg dat wel. Maria schrok er ook wel van, maar de engel zei dat ze niet bang hoefde te zijn. Ze zou de moeder van Christus, het kindje Jezus. En dat was juist heel bijzonder. Toen de engel eenmaal weg was, heeft ze het ook aan Jozef, haar vriendje, verteld. Hij zei dat ze samen het kindje zouden gaan opvoeden. Maar toen werd het verhaal pas echt spannend. Er was namelijk een kuisje die daarna vlak zei dat iedereen in het land, dus ook Maria en Jozef, uit Nazareth terug moesten naar de stad waar ze geboren waren. Ze moesten zich wel daar registreren, want de keizer wilde graag zijn volk tellen. Waarom werd het toen dan spannend? Nou, sowieso omdat Jezus een heel bijzonder kindje was, maar ook omdat ze toen op reis moesten. Ze moesten helemaal naar Bethlehem. Weet je hoe ver het is? Ja, toevallig heb ik dat net even gegoogeld. Dat is zo'n 150 kilometer lopen. Lopen? Ja joh, vroeger waren er nog geen fietsen. Ze moesten lopen. Maar gelukkig hadden ze wel een ezeltje. Die kon dan hun tassen dragen. Maria was namelijk erg zwanger en kon nauwelijks lopen. Hoe lang deden ze daar dan over? Ongeveer 35 uur als ze niet zouden stoppen. Maar dat kan niet, want iedereen moet plassen. Ja. Dus dan zo'n 40 uur, denk ik. Samen op weg. Al hun spullen waren op een ezeltje gebonden. Na twee lange dagen lopen bereikten ze Bethlehem. Ze waren erg moe. Ze moesten snel een plekje vinden, zodat ze konden slapen. Want lopen lukte haast niet meer. Na lang zoeken vonden ze eindelijk een hotel. Alle hotels die ze tegenkwamen zaten vol en dit was de laatste die ze konden proberen. Ze lopen heel langzaam. Ze hebben volgens mij heel erg zere voeten. Maria en Jozef, waar zijn jullie? Ja, we zijn daar. Oh, ik heb niet gekomen. Ja, kijk, ze zijn er alweer. Ik dacht dat jullie daar waren. We zijn volgens mij helemaal de wereld rondgelopen. Nou, gelukkig zijn jullie er weer. Maria voelde ook dat ze snel was gevallen van haar kindje. Ze moest echt een slaapplaats vinden. De Amers Inn was een hotel aan de rand van de stad Bethlehem. De hotelmanagers hadden al een drukke week achter de rug. En ook vanavond was het stress geweest. Ze wilden graag naar bed. Toen Jozef en Maria aanklopten, waren de hotelmanagers dan ook niet bij. Wat wilden die mensen nog zo laat? Ze vertelde het jonge stel dat er geen plek meer voor ze was. Toen ze Maria haar buik zagen, schrokken ze een beetje. Ze konden ze toch niet zomaar terug de straat opsturen? Na kort overleg had een van de managers ineens een idee. In de stal was nog wel een plekje. Tussen de dieren was het ook lekker warm. Ze konden dan in ieder geval echt uitrusten. Maria en Jozef werden uit het hotel gestuurd en gingen op weg naar de stal. Ze waren opgelucht dat ze bijna konden uitrusten. Thank you.
dus rustig met zijn schapen aan het grazen. Ze hadden al veel reizigers gezien vandaag. Maar gelukkig was het nu rustig, zodat zij ook lekker konden gaan slapen. Ik hoop dat u zo wel een beetje inziet
dat we met kerst echt niet alleen maar willen zijn met zoveel mogelijk cadeautjes. Dat is echt niet zo. Al vinden we die cadeautjes, cadeaus natuurlijk niet erg of zo. We vinden het wel heel fijn dat u er bent. We hopen dat iedereen kerst op zijn eigen manier blijft vieren. Dat kan dus met cadeaus, maar ook met de kerstboom. Of met je familie. Of je nou naar de kerk gaat, alleen maar kerstkrantjes eet, of wil je dat veel sterkt, wij wensen je een heel fijn kerstfeest toe. Terug in de klas. Dan mag je heel zachtjes en voorzichtig doen.